We praten vandaag over de case Assawini verder. Althans, wat is de rol van het Centraal Bureau voor Burgerzaken? En ik heb in de studio, dames en heren, deze mevrouw die u nu in beeld ziet. Dit is de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, mevrouw Anna Pocky. We gaan haar straks aan de tand voelen. Eigenlijk hoef ik niks te zeggen, want iedereen heeft vragen. Volgens mij, het wordt natuurlijk ook, u kunt straks inbellen. We blijven wel correct naar de directeur, maar ik heb er gezegd. Daarnet maakt u uw borst nat, want er zijn veel vragen. De mensen hier zijn bijzonder kritisch. Alleen weten ze dat ze de fatsoensnormen hier niet met de voeten mogen betreden. Dus, kosne kosja. Isabi, wie zien we in Sangadrico? Wij beschermen altijd onze gasten. Te ukarden smakong, te de guebaga moeten ze niet zeggen, ik kom nooit meer. Maar dat u kritisch bent, daar hebben we absoluut geen problemen mee. Maar laten we beginnen, dames en heren. Ik wil u twee dingen laten horen. Meneer Boldewijn, die heeft ook een reactie gegeven hierop. Hij praat 7 minuten. En meneer Van der San heeft gezegd, eigenlijk wil ik niet eens de directeur horen. Want hij heeft ook een heel korte reactie gegeven. Azani is hier nou een vrij ernstig story. En we moeten er heel serieus ermee omgaan. Laten we luisteren kort naar August Boldewijn. Nou, laat me zeggen, de zaak is zeer verwarrend. En ik moet zeggen dat de Surinaamse overheid nog wel slordig is geweest bij het volgen van de wettelijke bepalingen. Ik heb begrepen dat die mevrouw hier gekomen is met een Nederlands paspoort, want ze is Nederlandse. En dat het paspoort, althans haar verblijf, ze is hier gekomen met de mogelijkheid om te verblijven in Suriname, maar dat haar verblijf reeds verstreken was. Dus ik weet niet wat ik daarvan moet geloven. Die mevrouw die heeft dus een verblijfsvergunning gehad voor een bepaalde tijd, maar die periode was reeds verstreken, dat begreep ik. Nou, als je dus een verblijfsvergunning hebt die reeds verstreken is, en je blijft toch nog in het land, dan ben je illegaal in het land toch? Dus dat is een van de eerste zaken, maar over de illegaliteit van die mevrouw hoor je helemaal niets. Je hoort alleen maar dat die mevrouw een of andere volkstribunaal heeft helpen oprichten, samen met een jurist uit Nederland. En dat de mensen samen met de dorpshoofd van de Paramaganes deze zaak zodanig heeft gemaakt dat de Surinaamse overheid geen een beslissingsbevoegdheid meer zou krijgen over dat gebied van de Paramaganes. Het zijn dus allemaal zaken die je hoort. Verder hoor je dus ook dat die mevrouw naar de Goudduivels is gegaan en heeft gezegd dat die mensen moeten verdwijnen. Dat zijn dus allemaal zaken die je hoort, maar die niet bewezen zijn, die niet goed onderzocht zijn. Dus op een gegeven moment hoor je dus dat die mevrouw wordt gedeporteerd naar Frans-Guyana. Nota bene met een Surinaams paspoort. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Een mevrouw die Nederlandse is, die een Nederlandse nationaliteit heeft en die een Surinaams paspoort krijgt om dus naar Frans-Guyana te gaan, dat is dus toch hemeltergend. Dus er zijn een heleboel fouten geweest hoor. Een heleboel zaken die eigenlijk met het internationale recht en met de diplomatie die wij gebruikelijk kennen, die niet strogen met. Dus eigenlijk zou je dus een nader onderzoek moeten doen van wat er precies gebeurd is. Want op een gegeven moment zegt die mevrouw, ik ga zelf weg. Niemand stuurt mij weg, ik ga zelf weg. En die mevrouw die maakt contact met de Nederlandse ambassade of de Nederlandse ambassade of de Surinamers, die hebben dus, de Surinamse regering heeft contact gemaakt met de Nederlandse ambassade, nadat ze dus een Surinaams paspoort heeft gehad. Je ziet hoe verwarrend die dingen zijn. Want ik bedoel, als je Nederlandse bent, dan zou je dus toch van de Surinaamse overheid moeten worden gestuurd naar de Nederlandse ambassade om daar een Nederlands paspoort, als je die niet tenminste meer hebt, om een Nederlands document te krijgen om te kunnen afreizen. Maar die mevrouw krijgt een Surinaams paspoort om ermee te reizen. Maar op een gegeven moment zie je dus dat de Nederlandse ambassade wel er tussen komt.
En die mevrouw die krijgt dus een document, ik neem aan dat het een Nederlands paspoort is, om naar Nederland terug te reizen. Ik moet zeggen, het is een verwerpelijke vertoning van Surinaamse zijde hoor. Omdat hier de regels die wij hier in Suriname kennen voor het uitzenden, het terugsturen van vreemdelingen, dat die dingen niet, niet gevolgd zijn. Iemand die het terugstuurt moet illegaal in de eerste plaats in het land zijn. Wanneer de persoon illegaal is, dan kan je zeggen, nou de persoon moet verdwijnen. Of de persoon is bezig met subversieve activiteiten die de staat in gevaar brengen. Dan kun je de persoon inderdaad op basis daarvan, maar je moet dat kunnen aantonen ook, kunnen uitwijzen. En zo zijn er nog een aantal zaken meer op grond waarvan je de persoon. Maar niemand kan mij tot nu toe zeggen wat die mevrouw gedaan heeft om eruit gezet te worden. Niemand kan mij dat zeggen. En dat is het vreemde van deze hele materie hoor. Nou, de minister zei gisteren, na een hele poos stil te zijn geweest, dat de mevrouw bezig was een soort leger op te zetten om een bepaald... Ze was met... Ik van deze verhalen geloven. Ze was met... Uit het buitenland, een Nederlandse vrouw, die gaat hier een leger opzetten. Kijk, er zijn verschillende mogelijkheden geweest om een leger hier in Suriname op te zetten. En die zijn niet opgezet. Het als legers, die zijn niet opgezet. En dan gaat deze mevrouw een leger hier in Suriname opzetten. Dat moet nog bewezen worden, toch? Dus als die minister dat zegt, laat hij dat bewijzen dan. Want ik weet het niet. Ik heb geen informatie hierover. De mevrouw zou 15 mensen hebben gerecruiteerd om een bepaald gebied daar te beschermen in het Saramakaans gebied. Ja, nou, dat zijn zaken die hoort. Maar wat hiervan kun je bewijzen? Kun je dat aantonen met documenten of met mensen die inderdaad gerecruiteerd zijn om inderdaad in het leger van die mevrouw te gaan? En heeft die mevrouw zo'n daadkracht om een leger te organiseren in Suriname? Ik weet het niet hoor. Ja. Ik weet het niet. Ik vind het een vreemde zaak als je mij vraagt. Wat mij opvalt is dat de vicepresident en de persoon van meneer Brunswijk daar geen oordeel over heeft geveld. Die heeft dus geen uitspraak gedaan over deze aangelegenheid. Dus je vraagt je af wat de bemoeienis is van de heer. Want als die mevrouw inderdaad naar de goudvelden is gegaan daar om de mensen op te zetten om de zaak te verlaten, dan kom je dus aan het belang van de heer Brunswijk. En ik kan me niet voorstellen dat de heer Brunswijk dit zou accepteren. Dus je vraagt je eigenlijk af wat de relatie is van deze aangelegenheid met het belang van de heer Brunswijk. Moeten er zijn zaken die je zou moeten onderzoeken voordat je een uitspraak doet. Die mevrouw is nu weg. Ze heeft zelf besloten om weg te gaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik zie dat niet zo heen door die terugkeer. Dat is niet binnen deze regeringsperiode. Moeten er koppen rollen, meneer Boldewijn? Ja. Ik vind dus dat de minister van Justitie en Politie, trouwens heeft het zelf ook toegegeven hoor. Hij heeft zelf toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt. Maar kijk, hier in Suriname heb ik vaker gezegd, we kennen de politieke cultuur niet van eigen verantwoordelijkheid. Er zijn in het verleden bijvoorbeeld, er zijn er uit het wapendepot van de militairen, hier op Zorgenhoop, zijn er wapens gestolen door kleine jongens. Dan hebben die jongens zien spelen met die dingen. In feite is de minister van Defensie verantwoordelijk voor deze aangelegenheid. Want als deze wapens, deze munitie, in de maatschappij terecht was gekomen, dan weten we niet hoeveel mensen, hoeveel doden zouden vallen. Dus de minister zou in feite de eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om op te stappen. In Nederland weten we dat een minister zijn zoon, die man was geloof ik minister van Verkeer en Waterstaat, de minister zijn zoon die heeft een ongeluk gemaakt met een wagen op straat en die minister is afgetreden. Hier in Suriname zie ik dat niet gebeuren. Het belang van de minister, het ministerschap is zo groot dat men niet zal aftreden. Maar in dit geval zal ik in feite de eer aan mezelf houden en zeggen, meneer, ik heb slordige en grote fouten gemaakt. Ik treed af. Dank u wel, meneer Boldewijn. Oké. Okay.
August Boldewijn, die zegt dat we in Suriname, dat het zeer zelden voorkomt dat wij consequenties verbinden aan ons falen. En dat de fout, Mickey, dat in dit geval verwijst hij naar minister Amoxi. Directeur CBB, ik ben blij dat u er bent. Hoe gaat het met u? Alles aan bon? Het gaat prima, meneer Limburg. Ik ben ook blij dat ik er ben. Dank u wel. Oké. Korte antwoorden graag, want ik weet, u bent een vrouw van, van veel woorden. En hopelijk kunt u ons overtuigen dat... Laat me u de vraag stellen. Ja. Voordat we beginnen met die case. U bent een jonge vrouw. Je mag een vrouw nooit vragen hoe oud ze is. Maar je mag wel schatten, dat is niet onbehoorlijk. En als ik zo naar u kijk, dan bent u nog geen 40 jaar. Heb ik het goed? Ja. U bent dus jong, nog een hele carrière. En ik heb u gezegd, deze vrouw, Eva Gosodoro, oh Mick, gaat ze naar, hoe zeggen ze dat? Grotere hoogten. U bent een jonge vrouw. Mevrouw Asawini, zoals we het noemen, die is ook een jonge vrouw. Jullie beiden hebben blijkbaar veel in jullie zijn in staat om veel te kunnen verzetten. Isabi, je dacht naar toe trangawinte charunum, zoals jullie mevrouw Asawini. Maar wat is uw persoonlijke, en zegt u niet van Minotaki? We zitten hier, is een open programma altijd. Het is een open boek, hoe dan opgeheim. Ik vraag niet eens aan de directeur van CBB, maar aan Anastasia Kanapi Poki. Wat is uw persoonlijke mening over die case zelf? Meneer Limburg, ik heb me voorbereid op deze vraag. Ik wist al dat IBO actievragen buiten mijn beleidsgebied. Dus ik heb me daarop voorbereid. Laat me dit aangeven, meneer Limburg. Als persoon ben ik van mening dat een ieder respectvol behandeld moet worden. Maar als ik de berichten lees die circuleren via social media... En dat mensen bijvoorbeeld informatie zelfs over CBB, over mijn persoon, doorgeven op basis van gebrekkige informatie. En daaruit conclusies trekken en reacties geven. Dan zeg ik wel als directeur, die nu hier bij u is, dat het belangrijk is om alle nodige informatie te hebben. Nee, maar die vraag als was, ik niet en, alle nodige informatie heb, kan ik niet ingaan op een situatie die eigenlijk... Maar vindt u Asawini een moedige vrouw? Zeker vind ik er een moedige vrouw. Waarom? Ik vind er een moedige vrouw omdat ik heb opgemerkt dat ze een doorzetter is. En dat ze gaat voor dat wat ze wil hebben. Ik heb haar niet echt gevolgd, maar ik heb de berichten... mogen doornemen, bekijken en dergelijke. Dus ik zie wel dat ze iemand is die gewoon uitkomt voor dat waarvoor ze staat. Dus op basis daarvan zeg ik dat. Ziet u dat er als een moedige vrouw. Ziet u er als een strijder? Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. CBB, en daarom bent u hier, want u zei terecht, informatie moest je, ja. Als dingen onduidelijk zijn. En CBB is genoemd, want een paspoort is ter sprake gekomen. Ik neem aan getekend door u. Zeer zeker. Wie zijn de mensen die kunnen tekenen? In Suriname hebben we 4 functionarissen die de Surinaamse paspoorten... 4 functionarissen? Jawel, we hebben 4 functionarissen die bevoegd zijn om reisdocumenten te tekenen. De directeur van Binnenlandse Zaken, mijn persoon als directeur van Binnenlandse Zaken en 2 adviseurs die genoemd zijn conform de regelgeving. Dus maar waarom moeten adviseurs tekenen? Nou, die bevoegdheid hebben ze gehad. Sinds 2018 hebben ze die bevoegdheid gehad.
Het heeft meer te maken met het feit dat de directeur van CBB, het was altijd zo dat het de directeur van Binnenlandse Zaken was en de directeur van CBB. Maar ik ga ervan uit dat misschien vanwege de drukte toen, dat er ook twee extra mensen zijn aangewezen om te ondersteunen. Omdat je op dagbasis... Er is toch een waarnemend directeur? Het CBB heeft geen waarnemend directeur, omdat CBB nog geen directoraat is. Maar wie vervangt dus u als u dat niet geen... We hebben de adviseurs die mij ondersteunen en onder mij hebben we ook coördinatoren. En wie zijn die twee adviseurs? Het zijn functionarissen van CBB. Mogen we weten hoe ze heten? Nee, ik ga de namen niet noemen. Maar het zijn de mensen, alle paspoorten die worden uitgegeven, hun namen staan vermeld in de paspoorten. En het zijn bevoegde mensen die mogen tekenen. Nee, ik twijfel daar niet aan als het, nou, als het in de wet is of als zo geregeld. Ja. Alleen, ik vraag me af waarom. Nou, het besluit is niet door mij genomen, niet ook door deze regering. Het is genomen door de vorige regering. Ja, maar die dame, die twee adviseurs zijn vanaf die vorige regering. Ja, die zijn er. De vorige regering en ze zijn nog steeds bevoegd. De paspoorten. Maar als er getekend wordt, hebben jullie wel afstemming met elkaar, toch? Ja, dat zeer zeker. Zeer zeker. De aanvraag van een paspoort gaat door een heel proces. Laat me u aangeven dat als het aankomt op een nationaal paspoort van Suriname, gaat het door 8 modules. Dat zijn 8 modules die binnen het paspoortsysteem zijn. En daarbuiten heb je ook 3 modules die losgekoppeld zijn van, het paspoortsysteem. En dat is de module waarbij het wordt getekend, waarbij het wordt gecollectioneerd en ook waarbij de akten worden geverifieerd. Maar daarnaast heb je dan 8 modules waardoorheen zo'n aanvraag moet gaan. Dus het is een heel secuur proces. Ja, de directeur zit hier bij ons en ze legt uit wat de rol van het CBB geweest is. Eigenlijk niet met accidents, maar... Laten we die gaan vergelijken, want kijk, ik meen te weten dat u eerder op DTV was. U was live, no? Bij Gerald. Wij dus breng ons niet in een stress, Annie. Gerald doet zijn ding, DTV, mij doet dit, Annie, wij doen ons ding. Zij doen het op hun manier, wij doen het, dames en heren, op onze eigen manier, Isabi. En we respecteren elkaars inzet. Wel belangrijk om dat even te onderschrijven. Zijn er fouten gemaakt? Je hoeft me die hele lange beren niet uit te leggen. Want ik wil alleen goed begrijpen en met mij alleen duizenden smassen arki op programma. Directeur, als u nu ernaar kijkt, met alle kritiek wat losgebarsten is, losgekomen is, zegt u van, we hebben enkele missers begaan. Oké. Ik kan niet praten over dat beleidsgebied van justitie. Ik hoop dat u dat kunt respecteren, want dat is niet mijn beleidsgebied. Ik kan wel praten over dat gedeelte van CBB. Ja, dus dat bedoel ik. Hebben jullie missers begaan bij? CBB heeft. En als ik de regelgeving bekijk, dan heeft CBB gehandeld conform wet en regelgeving. Laat me dit snel aangeven, meneer Limburg. CBB is conform de resolutie van de president, conform de resolutie van 26 oktober 2018, nummer 95. Op basis van die regelgeving worden paspoorten uitgegeven in Suriname. Er worden 5 soorten paspoorten uitgegeven in Suriname, meneer Limburg. Diplomatieke paspoort en dienstpaspoort, die worden aangevraagd door het ministerie van Bibes. Alleen dat ministerie is bevoegd om die aanvraag te doen bij het CBB. En de regelgeving heeft ze al zodanig genoemd. Dan hebben we ook nationale paspoorten. We hebben het zakenpaspoort en we hebben het regulier nationaal paspoort. Deze paspoorten worden uitsluitend verstrekt aan Surinamers, ongeacht de woonplaats. Dus die mogen alleen aangevraagd worden door Surinamers.
We hebben dan nog een reisdocument dat wordt genoemd. En dat is het noodpaspoort. Ik heb ook de wetgeving voor u gebracht. Een exemplaar. Die mag u natuurlijk inkijken. En conform deze regelgeving, artikel 4. Wat heeft Asami niet gehad? Een noodpaspoort. Artikel 4, jawel. Artikel 4, lid 1, 2 en de leden 1, 2 en 3. Die geven aan wie bevoegd zijn dit paspoort aan te vragen. Wie bevoegd, welke autoriteit bevoegd is dit paspoort aan te vragen op CBB. Of advies te geven. Of, en dat de burgers ook, de vreemdelingen ook, dit paspoort mogen aanvragen. Vroeger hadden we dit vreemdelingenpaspoort, dat werd uitgegeven aan de vreemdelingen. Maar dit is in 2004 afgelast. En we hadden ook de laissez-passé, die ook werd uitgegeven aan onze Surinamers, die spoed moesten afreizen. Maar in 2014 heeft men daarvan afgezien en dan hebben ze dan gekozen voor het noodpaspoort. Dus het vreemdelingenpaspoort en het laissez-passé is conform regelgeving vervangen met dit paspoort. En het is geen nationaal paspoort. En het gaat om een boekje van ongeveer 8 pagina's. U gaf aan, mag ik het even zien? Dit is een noodpaspoort. Oké, en u zegt het zijn instanties die het kunnen aanvragen. Jawel, het is welke ook instanties? Ten eerste mag een vreemdeling het ook zelf aanvragen. En wanneer ze het hebben aangevraagd, ben ik ook verplicht om advies op te vragen bij vreemdelingenpositie. Dat zegt artikel 4 lid 1. Artikel 4 lid 2 geeft aan dat vreemdelingenpolitie ook bevoegd is. En artikel 4 lid 3 geeft aan dat het Openbaar Ministerie ook bevoegd is het op te vragen. En ik neem dan aan dat in dit geval het Openbaar Ministerie heeft gevraagd. Het verzoek is gedaan conform artikel 4, lid 2. Het Openbaar Ministerie. Vreemdelingenpolitie. Vreemdelingenpolitie heeft gevraagd naar een paspoort voor Asawini. Jawel, ze zijn genoemd in de regelgeving. Maar wat ik niet begrijp, en u moet me niet kwalijk nemen, want ik werk niet bij CBB, dus minus af en aan Jawaka, u moet ons uitleggen, overtuigen. Die mevrouw heeft toch al een paspoort, toch? Jawel. En ik heb begrepen dat je eigenlijk, als zo een persoon, ze heeft de Nederlandse nationaliteit, toch? Ja. Er is een vertegenwoordiging in Suriname van de Nederland, van het Koninkrijk der Nederlanden. Jawel. Zijn jullie daaraan voorbij gegaan? Nou, laat me dit alvast aangeven. Wanneer er een verzoek komt van deze autoriteiten, de bevoegde autoriteiten, heb ik mijn terrein waar ik mijn verificatie moet verrichten. Mm-hmm. Ten eerste stelt de regelgeving dat ze het mogen opvragen voor vreemdelingen die een vreemdelingen of personen die geen nationaliteit hebben of personen met een onbekende nationaliteit, maar ook alle andere vreemdelingen mogen ze aanvragen. En als het aankomt op dat gebied van justitie, dan ga ik er natuurlijk ook ervan uit dat er procedures zijn. Maar als het aankomt op het afhandelen van de aanvraag, dan is het belangrijk om te kijken naar andere documenten. Wie is de persoon die het verzoek doet? Is het de bevoegde autoriteit die het verzoek doet? Zijn het de juiste gegevens die zijn overgelegd? En dan wordt dat op basis daarvan uitgegeven. En die protocollen hebben wij van CBB wel gevolgd. Maar ik kan misschien wel de bevoegde autoriteit zijn. Ja. En ik dien dat verzoek bij u in. Ja. Dan nog ga ik ervan uit dat u wel voorzichtig moet zijn. Toch? Want ik als bevoegde autoriteit kan potie in een probleem uiteindelijk. Dat is helemaal waar, meneer Limburg. En dat doen wij ook. En we hebben geen een paspoort verstrekt met fraudeuze informatie. Absoluut niet. We hebben ook niet een nationaal paspoort verstrekt, want de wet verbiedt dat, om dat te verstrekken aan hun. Maar de wet biedt de mogelijkheid wel dat noodpaspoorten aan hun wordt verstrekt. Ik mag u zelf zeggen, noodpaspoorten worden zelf verstrekt aan mensen die helemaal geen nationaliteit hebben. Maar waarom was in dit geval een noodpaspoort nodig?
Nou, kijkt u. Als het aankomt op waarom een noodpaspoort nodig is, dan denk ik wel dat dat justitie het best daarop zou ingaan. Maar dat bedoel ik eigenlijk, want dan zegt u, justitie is de bevoegde instantie. I got that, dat is waar, yes, toch? Dat is maar helemaal het geval. Maar ik zit daar en op de eerste plaats, ja, Milop Misrevi en ja, mijn goede naam. Helemaal. Uw goede naam in deze. Yes. Hebt u justitie gevraagd van, maar waarom een noodpaspoort voor Asawini? Meneer Limburg, het ministerie van Justitie vraagt documenten op dagbasis op als het aankomt om hun werk uit te voeren. En conform wet en regelgeving is justitie bevoegd documenten of informatie op te vragen bij het CBB. Behalve dat ze bevoegd zijn om het op te vragen bij ons, zijn zij ook bevoegd om ons te verifiëren. En wanneer zij bijvoorbeeld de documenten opvragen, krijgen we de dossiers niet. Ik mis de bevoegdheid. Dus u mag geen vragen aan justitie stellen? Ik mis de bevoegdheid om in hun dossier te bekijken. U mag geen vragen stellen. Tuurlijk mogen er vragen worden gesteld, maar dan moet het dan nodig zijn dat ik vragen stel. Het dossier krijg ik niet. Het verzoek wordt gedaan. En het moment, het gaat niet om zaken die het daglicht niet kunnen aanschouwen. Dan gaan wij handelen. Het gaat om een bevoegde autoriteit. Ik heb geen inzage in het dossier waarvan men nu documenten opvraagt. Maar, en dat doen we op dagbasis dus. I got it. Maar yes, het heeft geen vragen bij u op. Want kijk, misschien begrijp ik het niet. Ja. Die mevrouw heeft toch een paspoort? Eén, toch? Ik heb haar paspoort niet gezien, dus ik kan u niet aangeven dat ze een paspoort heeft. We moeten misschien wel daarvan uitgaan. Maar dat betekent niet dat vreemdelingenpolitie niet meer de bevoegdheid heeft om een paspoort op te vragen. Dus daarom zeg ik dat het goed zou zijn om deze vraag aan justitie te stellen. Want, waarom ik dat zeg? Omdat ik ervan uitga dat als bijvoorbeeld een autoriteit, bijvoorbeeld iemand bijvoorbeeld gaat uit het land gaat zetten, dan mag die gebruik maken van de regelgeving in Suriname om te handelen en om documenten op te vragen. Ik ben het daar niet mee eens. Ja. Omdat ook al bij je openbaar ministerie bent, geen God. Ja. Toch? Ook al bij je openbaar ministerie. Daarom zei ik, als ik directeur was, openbaar ministerie, nee, kom pot mee en wan tjoetja. Ook openbaar ministerie moet volgens, of vreemde politie, weet ik veel hoe ze heten, moet zich wel houden aan de richtlijnen en de procedures. En u bent ervan uitgegaan dat ze dat wel hebben gedaan. Meneer Limburg, ik kan openbaar ministerie niet verifiëren. Mijn taak is om een reisdocument te verstrekken met de juiste informatie. En dat heb ik gedaan. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat een bevoegde autoriteit dat heeft opgevraagd. En OM of vreemdelingenpolitie, no pot me in no atjoetja. Omdat ik niets heb gedaan die in strijd is met wet en regelgeving. Dus u zegt, wij... CBB kan niemand het land uitzetten. Ja. CBB kan alleen mensen deactiveren op basis van onze bevolkingsregister. Maar CBB handelt niet eens over het gunnen van verblijfvergunning geven aan vreemdelingen en intrekken. Dat is niet eens een beleidsgebied. Begrijpelijk. Van CBB. U zegt CBB zet niemand het land uit. Ja. We zijn het daarmee eens. Ja. Maar CBB die werkt toch ook niet aan mee dat mensen op een onjuiste wijze, toch? Of in dit geval van Asawini, dat mensen buiten de procedure om door de instantie waarvan u zegt van ik kan ze niet controleren en verifiëren, dat die instantie de zaak afhandelt. Ik zou me niet gelukkig daarbij voelen als ik de informatie zou hebben van de manorogo fonds dat boekje. Meneer Limburg, ik heb niet gezegd dat justitie noroko volgens een boekje, minosabi, sa na de regelgeving te eigo om uitzetten voor SMA. Ik weet alleen dat gedeelte als ze dat document kunnen opvragen. Ja? En dat doen ze elke dag.
Dus, als het aankomt op dat gedeelte van justitie, meneer Limburg. De justitie vragen. Dan kan ik u aangeven dat ik u niet kan zeggen als ze de juiste protocollen hebben gevolgd of niet. En ik ga ervan uit dat ze dat hebben gedaan. En als u zegt dat CBB toch niet meewerkt om mensen potwasma erbuiten, om een fascist aan de viti, CBB kan nooit daaraan meewerken, omdat we niet eens bevoegd zijn om handelingen te plegen als het aankomt op dat gebied. CBB heeft zeg een taak. If bijvoorbeeld was mago zit was aan die, omugie een bepaald informatie, na informatie, omugie, omdat wij de organisatie zijn, die de enigste organisatie in Suriname, die de informatie kan geven. En alleen omdat dat opgenomen is in de wet, wordt het opgevraagd en dan wordt het verstrekt. Het is natuurlijk niet onze taak, Fugoluku, hoe het verder afgehandeld moet worden. Wij kunnen ons niet gaan mengen in justitieel onderzoek. Dan documenten verstrekken die ze op basis van wet en regelgeving hebben opgevraagd. Oké, ik ben nog niet overtuigd. Maar ik ben wel overtuigd dat ik aan het eind van het programma wel overtuigd zal zijn. Dat u me kunt overtuigen. Nou ben ik niet overtuigd. Er zijn zoveel vragen die de mensen stellen als ik zo kijk naar... Niet alleen de apps, maar ook de, hoe je dat ding? Naar die FB. Ontzettend veel. Het kan bij mij nog steeds niet in. Waarom denkt u dat uiteindelijk de... En zeg niet dat ik die vraag aan de justitie. Ik stel die vraag aan u. Waarom denkt u dat uiteindelijk de Fransen de vrouw hebben teruggestuurd? Zo. Ik denk wel dat justitie het best zou kunnen ingaan op die vraag. Begrijpt u wat ik dan bedoel? Want als het zo richtig gegaan is... Maar meneer Limburg... Nee, bent niet verplicht antwoord te geven. U bent geen justitie, ik begrijp dat. Ja. Maar als het zo richtig gegaan is... Waarom hebben de Fransen daar niet meegewerkt? Begrijp ik op dat stuk niet? Ik heb wel duidelijk gemaakt dat ik het heb over dat deel van CBB. En... Dat is gewoon afgewikkeld conform regelgeving. Wat daarna heeft plaatsgevonden. En dan zijn ze amicas doodjaars die informatie. Ik mis die bevoegdheid, meneer Limburg. Mij moet zorgen om het dat ik een deel van mij doe. Mij nog doe vrome zani of fraudeuze zani. En dat doe ik zeker niet. Ik ga nooit willens en wetens handelen in strijd met de wet. Taki misabi duidelijk, taki mi no bevoeg, misabi duidelijk, taki na wat frommoes aan die meneer Limburg. En dan mee go dwing, willens en wetens, aan no afroud is die meneer Limburg. Absoluut niet. De akade taki was ma, poes wat tjoetja miti mi. En dan gaat het ook te merken zijn. En als uw positie op het spel is? Als mijn positie op spel is. Meneer Limburg, laat me dit aangeven. Als er politieke druk op u wordt uitgeoefend. Meneer Limburg, laat me dit aangeven. Ik heb het eerder ook gezegd. Ik zit op een cruciale positie. Directeur CBB Anop Chinsosani. Daarom Mineko Fatutu. Ik zit op een cruciale positie. En ik weet dat ik de bescherming van de Almachtige nodig heb, meneer Limburg. En ik weet precies welke principes ik hoog moet houden... om de ondersteuning van de Almachtige te krijgen. Wat ik niet wil, taki gadopure anu amitapu. Dus daarom ga ik ook niet mee met zaken die het daglicht niet kunnen aanschouwen. En ik heb eerder ook gezegd, als bijvoorbeeld, zeg maar een minister of de president of de vicepresident bijvoorbeeld, het verzoek had gedaan voor het paspoort. Zou het afgewezen worden omdat zij niet de bevoegde autoriteit zijn? En gelooft u me, wanneer opdrachten worden gegeven, worden die uitgevoerd zodra het conform wet en regel. Maar wanneer dat verzoek binnenkomt van justitie, van hé, dit heb ik nodig. Ja. Is het niet de... Ik vraag dat gewoon voor mijn eigen informatie en voor de mensen. Moet dan CBB geen contact hebben opgenomen met de Nederlandse ambassade, want de mevrouw is Nederlandse staatsburger? Nee, dat deel is niet van CBB, dat is van justitie. Nee. CBB heeft de basisinformatie om het document te verstrekken. En we zijn niet afhankelijk van de Nederlandse ambassade.
En wij hebben die verantwoordelijkheid niet om in contact te treden met ze. Dat is niet de verantwoordelijkheid van CBB. Dus dat hebben we ook niet gedaan en dat doen we ook niet. En meneer Limburg, wat ik u ook dus moet aangeven... Dus hoor ik Anna Pocky zeggen... Anastasia. Yes, Anna, toch? Ik mag niet afkorten. No? Doet u alleen maar. Die man mag afkorten, nee, sorry. hoor ik Anastasia Pocky, de directeur van CBB... hier ten overstaan van de wereld zeggen van als we de klok terugdraaien en ik dit over moet doen, dan doe ik het op dezelfde manier, met dezelfde overtuiging. Absoluut, meneer Limburg. Meneer Limburg, mino dusani. Luistert u, meneer Limburg. Kijk, als directeur van CBB, mimo abi voorstel misref deskundig op de Aigo Abrami Ruko. Kom tegen me, kies die document of mijn familie samen moet verstrekken. Dan ga ik aangeven van, dit is nou mijn lievelings omu, dus mijn no verstrekken. Nee, als directeur heb ik een bepaald verantwoordelijkheid. Toch, bepaalde zaken moet ik confidentieel houden. Toch, zodra de wet de mogelijkheid biedt aan de autoriteit om de documenten op te vragen, zal het verstrekt moeten worden. OM of vreemdelingendienst, noka, doe een verzoek naar jou en dat de bevoegde overleg alasani en dat omdat i no de eens, dan ga je het niet verstrekken. En ik go om eens of niet eens, het gaat erom de regelgeving, wat zegt dat ons? Zijn ze bevoegd? Tap de san dat die mee luko. Ja, oké, okay, we gaan naar die telefoon. Mensen, nog een keer, de directeur zit hier. Anders haal ik u eruit. En de moderator die gaat dat ook doen met de mensen die... want iemand reageerde op meneer Boldewijn zijn uiterlijk, namigado. Imus artisa a persoon e tachi. En niet op andere dingen. Dus laten we, u weet wel, we zijn hier zo gezellig met elkaar bezig. We zijn kritische mensen, kritische zender... ik stel bewust niet alle vragen. U komt aan bod en u stelt uw vraag. Hoezeer jullie me hebben gebombardeerd met bijna 2000 vragen. Maar blijf gewoon chill. Ik zeg niet dat de directeur heeft mij nog steeds niet kunnen overtuigen. Maar misschien komt dat nog. Laten we luisteren naar de bellers. Er zijn twee nummers. Ik moet ze zelf opschrijven. 547-330-878-1482. Maar we gaan dat ding zo doen. Ik doe eerst gewoon drie bellers hier. Toch, Timmy? En dan doe ik die drie appers. Dus de appmensen moeten even wachten. Ik ga even hier gewoon met een vaste lijn de eerste drie mensen. Directeur, gaat u opschrijven? Oh, u moet me wel korte antwoorden geven, hoor. Want ik wil zoveel als mogelijk mensen laten bellen. Ik ga de eerste doen. Het gaat zo. En uw radio niet te luid en... je computer niet, volg ons AUB via de telefoon. Baganatori, goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, meneer Limburg, tot de heer Nivora, mevrouw Anastasia Diepo. Ik ben u zeer erkend en dankbaar van uw wetenschappelijke benaderingen. U hebt de plicht vervolgd, maar meneer Limburg, meer nog, dat u de persoon in het programma hebt gehad en dat u zeer gewaardeerd wordt. U hebt bijzondere programma's, ik luister vaak, maar ik bel toch af en toe. Maar meneer Lim, FM... is de radiostation van goede meningen uit. En u doet die programma heel goed. U bent geen journalist, maar u bent de programmamaker. U hebt meer daadkracht om meer vragen te stellen, om aan te komen naar de waarheid. Dat vind ik zo bijzonder. Maar wat ik wil aangeven, dat de mevrouw zojuist haar antwoorden heeft gegeven, dat hoever haar mogelijkheden en haar plichten is geweest, juridisch, dat vastgelegd is, van haar titel en haar plaatsneming en dat ze correct heeft gehandeld en correct dingen heeft aangegeven zoals het hoort. Ze is niet meervoudig dan wat ze daar geplaatst is. Op grond daarvan ben ik er zeer erkentelijk en dankbaar. Maar wat ik nog toevoegen, deze programma volg ik niet voor vandaag. Maar ik ga je vandaag een naam aangeven als je wil horen. Ja, maar eigenlijk zitten we zitten een beetje... Nee, maar heel even. Een naam, het is... een meester kan hij, ik daar de voornaam niet meer noemen, is een vrouwelijk persoon. Mm-hmm. Maar is een vrouw die durf heeft gehad via een medium, vrouwen wakker te schudden
en oprecht van kennis en kracht en wetenschappelijkheid zaken te benadrukken, omdat ze lef heeft, durf heeft. En op grond daarvan heb ik er ook gevolgd dat ze heel wat betekenis voor het land heeft betekend. Meneer Dewara, ik ben het helemaal met u eens, mevrouw. Maar ga je langdurig ophouden, hè? Ja, dat doet u wel nu. Oké. Dank u wel. Ik ben er nog hierbij. Oké, dank u wel. Inderdaad, ja. Mevrouw Ashna Kanhai, die is natuurlijk een topper. Daar ben ik het helemaal met u eens. Maar laten we bij de les blijven, alsjeblieft. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag, je spreekt met Lucia. Gaat u gaan, mevrouw Lucia. Ik heb die mevrouw gevolgd vanmorgen op bij Gerald en ik heb er bij jou gevolgd nu. Die mevrouw, de antwoorden zijn consistent. Ik snap niet dat jullie haar niet kunnen begrijpen. Zij vertelt op haar vakgebied wat zij gedaan heeft en wat zij moet doen. Ze kan geen antwoorden geven van justitie. Dan moeten jullie bij meneer Amoxi zijn. Wat ze heeft verteld en het werk dat ze verzet heeft, 100%. Die mevrouw treft geen blaam. Ze hoeven er niet uit te schelden. Ze heeft gedaan wat ze moet doen. Ze is niet buiten het boekje gegaan. Maar jullie willen dingen horen die zij niet kan beantwoorden. Gaan jullie voor andere vragen naar de minister. Mevrouw, een pluimpje voor u. Alsjeblieft. Ja. We willen niks horen, mevrouw Lisha. Wij mogen doorvragen als we nog niet overtuigd zijn. Zo simpel werkt dat. En dat gebeurt nu. De een begrijpt het misschien. De ander die zegt van, maar ik ben er niet mee eens, toch? Dat mag. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Goedemiddag, met Lisha. Gaat u gang. Kan het wat luider? Ja, goedemiddag, met Lisha. Gaat u gang, mevrouw. Kijk nou, die mevrouw geeft regels en wetgeving aan die ze moet volgen. Ze zit daar, maar zij heeft die regels en wetgeving niet gemaakt. Ik vind die vragen moeten aan Jan en minister van Politie, daar moeten we gaan. Want die vrouw doet haar werk en ik vind wat ze heeft verteld, ik begrijp haar. Ze heeft die regels gevolgd. En ik vind dat mensen zo schelden, ik tak wel los van over haar vrouw. Normaal, houden jullie even op. Dank u wel. Gelukkig, hier wordt er niet gescholden, dus dat hebben we niet gehoord. We gaan naar de app bellen. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Niet gescholden. Hallo, goedemiddag, u bent in de uitzending. Hi, goedemiddag. Kan het wat flexibel tot u praten? Hi, mijn Arkie, hij lafoe, als ze praat, lach ze. Mijn naam is Evelino, lach ze uit Cheng, denk ik. Maar sowieso is er werk gedaan, maar ja, we moeten ook begrijpen dat ze aan handen en voeten gebonden zit. Want als ze een rotzooi maakt, dan weten allemaal wie de VP is. Dus we kunnen er niet kwalijk nemen. Ze heeft gedaan wat in haar vermogen zit, maar verder kon ze niet veel meer doen. Maar is er een grabatory. Maar heb je een vraag? Wat ze? Ja, die ik vraag, vraag van, ze moet niet alleen denken aan nu. Ze moet verder na dit regeertermijn, moet ze verder met haar leven. Dus zij moet kijken wat ze doet als ze loyaal wil zijn aan de bevolking, als ze loyaal wil zijn aan de politieke leiders. Oké, dankjewel. 8781482, dat was de eerste. Ik heb weer een andere. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Ja, goedemiddag meneer Lim. Goedemiddag mevrouw Anastasia. No? Ja, uw naam is? Nancy. Gaat u hangen, mevrouw Nancy, alsjeblieft. Ik had een vraagje. Directe. Misschien heb ik het gemist, hoor. Oh, dat zult u me wel melden. Mm-hmm. Maar wat was eigenlijk de noodzaak dat ze een noodpaspoort nodig had? Ze had toch de Nederlands paspoort? Misschien heb ik het gemist, ik weet het niet. Dat wilde ik graag weten. Dank u wel, mevrouw Anastasia. Alsjeblieft. Oké, okay, ja, dank u wel. De laatste, ik kom zo in. Oké. 8781482 op het appnummer. En we zitten hier met de directeur van CBB. Dan doen we dit. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag. Middag, Marlene. Mevrouw Marlene, gaat u gang. Ik wil zeggen, mevrouw Pokkie komt bij mij heel standvastig over. Ze heeft aangegeven, ze heeft conform wet en regelgeving die onder haar beleid valt. Heeft ze gehandeld. Het is niet aan haar om te oordelen wat andere instanties doen. En ik zeg mijn complimenten voor mevrouw Pokkie. Dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, Ryan. Gaat u gang?
Ja, goedemiddag mevrouw Pokkie. Kijk hoor, ik ga niet meer af op de woord af van mensen. Hè. Weet je waarom? Kijk, mevrouw Pokkie heeft daar net alles uitgelegd over hoe het aan toe gaat, over wanneer ze een paspoort indienen. En de vraag is een paar keer gesteld. Maar verifieer jij wel, toch, als de persoon een paspoort heeft of niet? Maar het belangrijkste wat ik denk dat ze vergeet om aan te geven, is dat noodpaspoorten ook alleen worden uitgestrekt aan mensen, toch, diens land geen consulaat in het land hebben. Toch? Maar als er een consulaat van een vreemdeling in het land is, dan denk ik dat je toch wel moet gaan overleggen met die mensen of die ambassade om te kijken als de persoon werkelijk een Nederlander is of bijvoorbeeld een of ander vreemdeling. Maar dat hebben jullie nagelaten te zeggen, toch? Dus dan gaat men ervan uit dat jullie niet richtig gewerkt hebben. En als jij ervan uitgaat, toch, dat je niet in overleg hoeft te treden, hoe dan? Als jij die noodpaspoorten moet gaan uitstrekken aan mensen, dan vind ik dat jij toch wel moet gaan verifiëren, toch? Als die vreemdeling het land van waar de persoon komt, wel een consulaat in het land heeft. Zo niet, kan je dan een noodpaspoort krijgen. Okay. En ja, voor elk ander consulaat in het land moet de persoon naar hun ambassade gaan om een noodpaspoort aan te vragen. Maar dat is niet gebeurd. Maar dat was het. Ik hoop dat ik het misschien toch nog van je hoor. Dankjewel Ryan voor het inbellen mensen. We komen zo meteen bij u terug. We luisteren nu naar de antwoorden van de directeur. Gaat u gaan mevrouw Pokkie. Nou, ik wil de luisteraars bedanken voor de vragen en ik ga graag daarop in. De twee eerste mensen hebben geen vragen gesteld, maar meer een opmerking geplaatst. En een burger heeft wel een belangrijke opmerking geplaatst. Natuurlijk mag geef antwoord. Hij heeft aangegeven dat ik weet dat ik geen grappen kan maken. FSOVP op het mee eruit. Laat me dit aangeven. De vicepresident heeft het vertrouwen in mij dat ik een goede job zal klaren op CBB. En daarom heeft hij die keuze gemaakt. Ik heb nimmer een opdracht van de VP gehad om uit te voeren die in strijd is met wet en regelgeving. En voor wat dat betreft, dan kan ik wel zeggen dat hij me zeker eruit gaat zetten. If me go do asani, sa me go fast misrefi of me mishandelen in strijd met de wet. Dus voor wat dat betreft is heel belangrijk om aan te geven dat het gaat niet om opdrachten van toppers. Het gaat om welke mogelijkheden heeft de wet. Wie is bevoegd zaken op te vragen en wie is bevoegd het te verstrekken? Daarover gaat het. Dus aan ego om do yagisma anga de soort sandati. Do yagisma efi ne do yurokobu. Maar voor zover weet ik dat ik mijn uiterste best doe om geen zaken te doen die het daglicht niet kunnen aanschouwen. Verder is het ook, hebben ze ook aangegeven dat ik mi moet denken mi politiek libi. Nou, ik denk mijn politiek Libi, maar ik denk mijn Libi en daarom probeer ik mijn werk naar eer en geweten te doen. Men heeft aangegeven waarom de noodzaak voor een noodpaspoort. Ik heb al eerder aangegeven. Vreemdelingenpolitie mag het opvragen. In een wet als krivitag, de mag aksing. En ik... CBB is niet de persoon die gaat uitzetten. Dus CBB gaat geen verificatie plegen met Nederlandse ambassade. Ik mis die bevoegdheid om dat te doen. Wat belangrijk is, is de informatie in het document moet correct zijn. En het moet de bevoegde autoriteit zijn die het opvraagt. En als de informatie correct is, de bevoegde autoriteit vraagt het op, dan belet niets mij om mijn taak uit te voeren. CBB, nogmaals, ik herhaal het. CBB zet niemand uit. Dus CBB gaat niet in contact treden met de ambassade. CBB heeft geen gebrekkige informatie. Het moment er gebrekkige informatie is, dan worden de zaken niet verstrekt. En het is ook heel belangrijk dat ik aangeef dat ik niet op basis van emoties kan handelen als het gaat om mijn taak
als directeur van CBB. En als mens heb ik natuurlijk emoties. Maar te eiko tapa gedeelte pe mi voer mi roko uit. Da emotie no mag voeren hoog tijd dat pe. Me abif do mi roko leki fa amus do. En dat me do tanga no ete. En dat zal ik ook gewoon blijven doen. Niet vandaag. En wat ik ook wil aangeven. Dat noodpaspoort, ik heb ook aangegeven dat het sedert 2004 is geïntroduceerd. Al 19 jaren verstrekt CBB noodpaspoorten. 19 jaar, ik ben dus aan het tijden CBB en verstrekt een noodpaspoort. Dus we doen niks in strijd aan een wet en we doen nog wat fraudeuze zaken. En natuurlijk geef ik niet aan dat justitie dat heeft gedaan, want ik kan absoluut niet praten over justitie. Ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid en ik ga ervan uit dat ze dat goed uitvoeren. Maar als het aankomt op dat deel van CBB, dat is wel wat mijn bevoegdheid is het uitvoeren. Alle vragen zijn beantwoord? Alle vragen zijn beantwoord. Ik ben kort van stof vandaag, maar dat is goed. Dan kunnen we ik kan het langer. Ik kan... Nee, niet te langer. dan kunnen we veel mensen in de gelegenheid stellen om in te komen. Goedemiddag, u bent de uitzending. Mijn microfoon was niet aan. Goedemiddag, u bent de Gerald van Noord. Gerald, ga je gang. Hallo, goeiedag. Ja, ga je gang. Gerald van Noord. Ja, Gerald, sorry. Ik heb twee vragen. Hoe lang moet het duren om zo'n document op te stellen? Het is één. En punt twee, die mevrouw de gegevens, als ze een Nederlander is, hoe kom je dan aan die informatie hier? Want ik ga ervan uit dat je daar uitgeschreven bent en zo, toch? En welk jaartal is ze dan uitgeschreven om dan te weten van dat ze dan een vreemdeling zou moeten zijn of whatever? Dat is die vraag. Je hebt genoeg... Begrijp je dat? Oké, dankjewel. Gaat die gang, directeur. Snel vraag- en antwoordmodel. Ja, een document, als het gaat om de nationale paspoorten, dan neemt dat heel veel tijd in beslag. Als het gaat om het noodpaspoort, dan moet ik aangeven dat het handmatig wordt opgemaakt. Dus het enige wat je gaat doen, is dat je de informatie gaat verifiëren. Als het op juistheid berust. En dan kan het worden uitgeschreven, de foto wordt geplaatst, dan wordt het gelamineerd. Dus het gaat niet door een digitaal systeem. Het wordt handmatig opgemaakt. En welke foto hebben jullie gebruikt? En natuurlijk de foto van de houder van het paspoort wordt dan natuurlijk gebruikt. Ja, dat bedoel ik. Maar... En de bevoegde autoriteit die moet ervoor zorgen dat die informatie verstrekt wordt. Oh, dus ze hebben die foto voor je gestuurd. Ze moeten alle informatie voor mij opsturen en een formeel verzoek. Ja, toch? Ja, en alle dossiers hou ik op na. Natuurlijk niet de dossiers van justitie. En als het aankomt, hoe kom ik aan de informatie? Dat de persoon bijvoorbeeld Nederlander is. Ik moet aangeven, CBB heeft niemand afgeschreven. Als een verblijfvergunning is ingetrokken, dan is het justitie die bevoegd is verblijfvergunning in te trekken. De persoon stond ingeschreven, dus CBB beschikt over alle informatie. En ook zorgt justitie ervoor dat we de informatie krijgen. Het enige wat wij doen, is dat wij verifiëren als het correct is. Als het niet correct is, wordt het niet verstrekt. Dus als de informatie correct is, we hebben onze bestanden. En ook de informatie die justitie moet overleggen, dan wordt het dan geverifieerd. Snel, vraag en antwoordmodel. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Goedemiddag. U spreekt met Marion. Marion, ga je gang. Ja, ik vind dat mevrouw Anastasia zich te veel verschuilt achter wet en regelgeving. Vanuit haar kennis en haar kunde zou ze zich toch meer dingen moeten afvragen. Dat verbaast me dat ze dat nu doet. Directeur? Ik zou graag willen weten dat als ik me niet moet schuilen achter wet en regelgeving, achter wat zou ik me moeten schuilen? Mevrouw... Wat zou ik me... moeten afvragen. Mevrouw misschien Marion. Kunt u me daarmee helpen, dan kan ik beter ingaan op uw vraag. En dat u vanuit uw kennis en ervaring toch kan vragen, als ik een noodpaspoort verstrek, waar komt de persoon vandaan? Okay. Het is helemaal duidelijk. Ik ga in op uw vraag. Dank u wel. Bij deze kan ik geen informatie opvragen waar de persoon vandaan komt. De informatie beschik ik. Ik ben belast met de bevolkingsadministratie.
van ingezetenen in Suriname. Dat houdt in personen met de Surinaamse nationaliteit die hier wonen en vreemdelingen die hier wonen of hier gewoond hebben. Dus de informatie is er. En ik wil die mevrouw wel aangeven dat ik echt wel schuil achter wet en regelgeving. Ik schuil niet achter politieke leiders. Ik schuil niet achter emotionele zaken of emotionele gevoelens. Maar ik schuil echt achter wet en regelgeving en dat gado in bescherming. Oké, okay, vraag en antwoord. We hadden net een apper. We gaan dan... goedemiddag, je bent er de uitzending. Michael, goedemiddag. Mijn eerste vraag naar mevrouw Boeke is... de twee, u geeft aan dat er bij de vorige regering twee adviseurs zijn toegevoegd aan het rijtje die mogen tekenen. Gelet op de situatie nu waarmee we geconfronteerd zijn, zou het niet beter dat het advies geeft dat die twee mensen worden weggehaald ter bescherming van de staat? Eén. Twee, ze geeft aan dat die mevrouw de gegevens in het systeem staat en ze verstrekt toch een notebook. Is het niet wees dat haar, uit haar kennis en ervaring binnen dat branche, dat ze vraagt dat de wet wordt veranderd, waardoor ze meer aan de slag heeft om zaken te corrigeren, maar blind te werken met de wet heeft ook zijn mazen. En ik vind dat mevrouw Poekie beter weet als geen ander binnen het branche, dat ook de wet kan worden vertaald in eigen belang voor dat moment dat het goed uitkomt voor die persoon. Ik heb niet over haar persoon, laat me dat duidelijk stellen. Dus dat ze dat meeneemt. En ten aanzien van de informatie die binnen de CBB bekend is, dat die mevrouw inschrijven staat, dat de mevrouw Nederlander is, de president Nederlandse dat citeert, en ze heeft de vestiging, dat is ingetrokken door de staat, waarom geeft men toch het paspoort, een noodpaspoort uit? Want komt toch corrigeren en de mensen justitie wezen op de Nederlandse status, alsjeblieft. Ja, gaan we bij het laatste beginnen? Ja, we gaan bij het laatste beginnen. Of de twee functionarissen, meneer Limburg. Eerste vraag van die meneer, Jette. Oké. Ten aanzien van de twee functionarissen, die zijn een grote hulp. Ze hebben tot nu toe, sedert 2018, waarbij ze zijn aangewezen of bevoegd zijn om paspoorten te tekenen, hebben we geen enkel case gehad waarbij ze hun werk niet naar eer en geweten hebben gedaan. Daarom is het nog maar, noem die namen, dat weten we van, dat zijn twee keurige ambtenaren. Ja, dus die functionarissen doen goed hun werk, dus ik zie geen redenen om die twee personen dan weg te halen. En men geeft aan, als we de gegevens in het systeem hebben, waarom dan nog een noodpaspoort aanvragen? Wanneer ik zeg dat ik de gegevens in het systeem heb, wil niet zeggen dat ik beschik over een vreemd paspoort van de burger. Dus dat heb ik niet en dat beschik ik niet. Ik beschik over de basisinformatie die ik nodig heb om te kunnen verifiëren, om het document te verstrekken. Waarom het Nederlands paspoort niet is gebruikt om de persoon uit te zetten? CBB zet geen personen uit, dus CBB bepaalt niet met welk paspoort burgers worden uitgezet. CBB weet wel dat vreemdelingenpolitie een vreemd paspoort, een noodpaspoort mogen aanvragen voor vreemdelingen. Wins de abi, wins de na vreemdeling. Het mag. Ja, kruisverhoor van de CBB-directeur. Ik zie dat de mensen van de app, als u op de app, als u voor vrouw aan het woord is, moet u die verbinding niet verbreken, moet gewoon blijven bellen, want ik kan er niet onderbreken, toch? Dus als u belt, moet u wel wat geduld hebben. Deze persoon is weg, helaas. Dan moet ik naar de vaste lijn. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag. Hallo. Nee, daar hoor ik niks. Hallo, hallo, hallo. Nee, daar is die persoon, daar is de lijn weer vrij. Dames en heren, 547-330. Goedemiddag, u bent de uitzending. Goedemiddag. Middag, mevrouw. Komt u mee? Ja, mevrouw. Ja. Wat is uw naam? Mijn naam is Natalie. Gaat u gang, we luisteren. Ja, ik wilde graag vragen aan mevrouw Poekie. Natalie. Mevrouw Natalie, ja. U brengt ons in de war. U moet uw radio of uw computer uitschakelen en ons via de telefoon volgen. Ja.
Oké, gaat u gang. Wat is de vraag? Ja. Gaat u gang. Nou, ik wilde vragen van een, bijvoorbeeld in mijn situatie, want ik zie dat dingen ook heel snel kunnen. Als in het geval van mevrouw Asawini. Ik bijvoorbeeld, ik wacht al sinds januari op nee, de verlenging. Nee, maar even, we willen geen persoonlijke dingen, want anders gaat het uit de hand lopen. We willen bij deze kies blijven, alsjeblieft, Nathalie. Ja, maar kunnen dingen, ik wil daar vragen van, als het in deze kies zo snel kan, ja, dan verwacht ik toch dat het een, ook dat andere mensen dus ook niet zo lang hoeven te wachten, toch? Oké, okay, hun zaken. Goed, blijf luisteren. Ik ga ervan uit dat mevrouw Nathalie geen noodpaspoort heeft aangevraagd. Ik ga ervan uit dat ze Surinaamse is en aan haar moet een nationaal paspoort worden verstrekt. En ik heb ook al eerder aangegeven dat als het gaat om nationale paspoorten, zijn er een aantal modules om die zaken te verifiëren. Het wordt niet handmatig opgemaakt, is een machineleesbare paspoort. Terwijl noodpaspoort zijn handmatige paspoorten, dus dat gaat automatisch sneller. En we hebben minder aanvragen van noodpaspoorten dan nationale paspoorten. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, ja, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ja, uw naam is? Hoort u me? Ja, met Richard. Gaat u gang? Ja. Nee, dat ding bevreemd me echt, dat van die dingen. Maar wat ik zie dat wat de directeur nu doet, is eigenlijk toch een bord van de politie. En ik denk dat u de politie misschien, de minister van politie, ook in de studio moet uitnodigen. Want het ziet er niet pluis uit. Het ziet er niet goed uit. Het is geen goede fruitmand. Maar ik zou je vragen om de minister van Justitie ook uit te nodigen, want je hoort niks van hem. En that's it. Dat wil ik zeggen. Oké, dankjewel. Als ik de minister van Justitie moet uitnodigen, dan moet ik mezelf veel succes toewensen, want die is niet zo vlot als mevrouw Bokkie. En hij dokt ook nog. U dokt niet. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Hallo? U moet ons volgen via de telefoon. Ja, Lembo, een vraag naar jou om die vrouw om te vragen, alsjeblieft. Ja, zo luister, gaat die gang. Ja, Artemie, ik wil die mevrouw vragen, zeg. Hoe paspoort zijn met die rest? Dat vast maar met een pasfoto. Dat is aan dat minimaal begrepen. Want een pasfoto moest dit toch? Je moest gaan met een pasfoto toch? Voor in een paspoort toch? Dus blijkbaar, als ik goed geluisterd heb, heeft de politie die foto gemaakt. De documenten worden op verzoek gedaan van de autoriteit die de wet heeft genoemd. En zij moeten de documenten overleggen. Minosa pedego meka pasfoto, maar pasfoto de. Want alle documenten, alle nodige documenten moeten overgelegd worden. Anders kan het document niet worden uitgegeven. Ja, dus de politie heeft die foto gemaakt. Meneer Limburg, ze hebben het overgelegd bij het CBB. Ja, iemand moet het toch gemaakt hebben? Ik heb het niet gemaakt. Ik weet zeker dat ik het ook niet heb gemaakt, ja, maar het is overgelegd. Minosab heeft naar justitie meegemaakt, meneer Limburg. Maar alle nodige documenten, die waren keurig. Oké. Okay. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Sorry. Mijn naam is Melinda. Gaat u van? Ik vind toch wel dat juist uitgaande van de positie als directeur, en met name omdat ze elke keer aangeeft hoe ze ter werk naar eer en geweten doet, dat ze zichzelf had moeten ontdekken. En als je dan als CBB inderdaad een noodpaspoort moet verstrekken aan iemand die Nederlander is, waarbij we een ambassade hebben van Nederland, dan moet je als eerste volgens mij om alles te verifiëren, om te checken of de gegevens kloppen, moet je contact maken met de Nederlandse ambassade. Maar de directeur zegt, dat is niet haar bakkie aan, dat zou justitie moeten doen. Nee, want dan kan alles en iedereen, maar dus zodra justitie een brief stuurt naar het CBB, dan worden de mensen het land uitgezet. Dat werkt ook niet zo. Dat werkt in het buitenland ook niet zo. Als Surinamers het land uit worden gezet, gaat men eerst verifiëren met de Surinaamse ambassade als ze werkelijk Surinamers zijn. Als ze bijvoorbeeld aangeven van ja, ik heb geen staat, ik heb geen land. En met name omdat mevrouw benadrukt dat ze haar werk naar eer en geweten doet. Het is slordig gewerkt, er is geknoeid. En ook een noodpaspoort, dat weet ik, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, ook al wordt het met de hand geschreven, moet een pasfoto dat eraan bevestigd wordt, ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dus dat allemaal zo snel is, en mevrouw zegt, ze weet niet waar een pasfoto vandaan komt, en alles is keurig aangeleverd. Als directeur heb je een verantwoordelijkheid,
En niet alleen naar je werkgever, maar ook naar het hele volk. En juist omdat je die verantwoordelijkheid hebt, moet je ten alle tijde indekken. En het is er niet gedaan. Blijft u even aan de telefoon, wilt u reageren? Niet tuurlijk ga ik reageren. Natuurlijk heb ik me ingedekt. De regelgeving dekt mij natuurlijk wel. En er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden welke informatie verstrekt moet worden om het paspoort te verstrekken. Die mevrouw zegt, want er moet een foto moet voldoen aan een bepaalde voorwaarde. De documenten die zijn overgelegd voldeden aan alle voorwaarden. Er is geen fraudeuze paspoort verstrekt door CBB en zeker ook niet door de directeur. En ik heb eerder aangegeven dat ik mijn best doe om mijn werk naar eer en geweten te doen. En dat doe ik nog steeds. En dat zal ik blijven doen als justitie de informatie opvraagt. En ik weet dat justitie toch wel verantwoordelijk is. Dus die mevrouw praat alsof ze, als ik geen zaken verifieer, dat justitie à la dol stukken gaat opvragen en dergelijke. Justitie op basis van hun verantwoordelijk en de autoriteit die ze zijn, conform de wetgeving, mogen ze documenten opvragen, mogen ze informatie opvragen. En ik kan niet inkijken in hun dossier voor Luku Taki van Luku Masma, ja werkelijk Adwasan of Anodwen of Mimugen of Minomugen. Asan dat niet, Uroko. En het is niet mijn taak om in contact te treden met Nederlandse ambassade. Ik ga niemand uitzetten. Ik moet niet in contact treden met Nederlandse ambassade. Nederlandse ambassade schrijft bij actie. Suma na jullie directeur CBB. Een soort hoedanigheid je met contact aan me. Fusang. Ik ben niet de instantie die dat moet doen. En dat moet duidelijk zijn. En natuurlijk kan ik hier zo zijn en dat meer takisani uit emotie vanwege een situatie. Maar dat ga ik niet doen. Ik moet toch professioneel blijven als het aankomt op mijn functie als directeur. En dat ga ik altijd blijven. Een Surinamer, hier onbekende, heeft mij voor dit vraaggesprek, heeft gezegd, ik weet dat ik je niet ga kunnen bereiken als eenmaal de mensen beginnen te bellen. Dus ik doe het zo. Dat is meneer Van der Zand. Gaan we samen naar zijn reactie luisteren, directeur? Jawel. Oké, en daarna gaan we weer naar de bellers. Bestuurskundige Eugène Van der Zand, zij aan mij. Ja, heer Limburg. Ongeacht wat de directeur van CBB zal vertellen, er is weer geblunderd. Hoewel een paspoort een reisdocument is, moet het in overeenstemming zijn met je nationaliteit. En wat men heeft gedaan, men heeft die mevrouw een paspoort verstrekt dat niet in overeenstemming was of is met haar nationaliteit. En dat is een strafbaar feit, zowel in Nederland als in Suriname. Dus op grond daarvan heeft men de mevrouw, heeft een CBB, een frauduleuze handeling gepleegd dat ook strafbaar is. Dat is concreet wat aan de hand is. Men heeft weer een blunder gemaakt en daarnaast ook een strafbaar feit gepleegd. Dat zei de heer Van der Zand aan mij. Directeur, you're laughing? Oh, mijn verontschuldigingen hoor, want een beller had net aangegeven dat die mevrouw smile kan de uitsching. Mevrouw, die zin nee, sching. Temi et dubiu roko me doe zelf verzekerd. Ef mi no de zeker in azansa me doe. Da mi no dweng of mo win informatie in. Dus sorry hoor, het is niet de bedoeling voor la fou fassor wa fassiere, maar is gewoon om in te gaan op de vraag. Ik ben heel blij dat meneer, ja, dat u dit heeft afgespeeld. Nou, hij heeft aangegeven dat CBB geblunderd heeft, want je kan geen paspoort uitgeven aan een vreemdeling en dat het een strafbare feit is en dat CBB fraudeleuze handelingen heeft gepleegd. En ik mag u zeggen, al deze statement van meneer Van der Zand kan ik weerleggen. In Suriname is er maar één regelgeving die CBB in staat stelt om paspoorten uit te geven. We hebben al een wet reisdocumenten, maar die wetgeving is nog niet bekrachtigd door de president. Dus het is ook
nog niet afgekondigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus het is nog niet in werking getreden. Dus alle paspoorten worden nu verstrekt op basis van de resolutie van 26 oktober 2018. En dat is nummer 15. En ik heb een exemplaar voor u, meneer Limburg. Dus u kunt ook heel even inkijken. En deze regelgeving stelt ons in staat om 5 soorten paspoorten te verstrekken. Waaronder ook nationale paspoorten. En we hebben geen nationaal... CBB heeft geen enkel nationaal paspoort verstrekt aan een vreemdeling. CBB heeft absoluut geen fraudeleuze handelingen gepleegd. En zeker niet de directeur van CBB. En ik heb ook zeker niet... geen strafbare feit gepleegd. Want als dat het geval is, meneer Limbo Mikdeko Tikmi. Maar ik heb geen strafbare feit gepleegd. Ik heb geen nationaal paspoort uitgegeven aan een vreemdeling. Er is wel een reisdocument, een noodpaspoort. En dat is wel een paspoort. En de regelgeving noemt het. Het mag worden uitgegeven aan vreemdelingen. Ik verstrek noodpaspoorten, wat ook een paspoort is, maar geen nationaal paspoort. Elke dag aan vreemdelingen. Omdat ze het mogen opvragen. Natuurlijk verstrek ik het niet zo vaak op verzoek van openbaar ministerie. En op verzoek van vreemdelingen, politie. Maar op dagbasis verstrek ik paspoorten aan vreemdelingen. Die een andere nationaliteit hebben. En het wordt ook aangegeven in het paspoort. Dat het gaat om een vreemdeling. En ik heb ook aangegeven, meneer Limburg, dat wij vroeger voor 2003 dit vreemdelingenpaspoort hadden. Hier staat paspoort voor vreemdelingen en Republiek Suriname. Het werd uitgegeven door Suriname aan vreemdelingen die bijvoorbeeld ingezetenen zijn en moeten afreizen naar hun land, maar hun nationaal paspoort is dan vervallen. Of op verzoek van vreemdelingenpolitie. Of op verzoek van OM aan vreemdelingen. Of aan personen die geen nationaliteit hebben. Maar men vond toen dat Abuk of de vreemdelingen lijp pagina toen. Want het had 35 pagina's. Dus abe kost aan overheid voor money. Dus hebben ze dan gekozen. In plaats om dit vreemdelingenpaspoort te verstrekken. Hebben ze ervoor gekozen voor dit noodpaspoort die maar 8 pagina's heeft. En het wordt soms ook verstrekt aan Surinamers die woonachtig zijn in een ander land. Zijn ze hier zo voor een korte periode, maar ze wonen in een ander land en hun paspoort is vervallen, dan kunnen ze dit ook opvragen, omdat dit heel snel gedaan kan worden. CBB-directeur Anastasia Pocky MD, ze bagan natori, meneer Van der Zand, die belde van: Ik kan niet doorkomen, maar ik kan helaas daar niet veel aan doen, meneer Van der Zand. De lijnen zijn druk. Als u in de buurt bent, kunt u even stoppen. U bent niet de eerste, de beste. U bent directeur geweest van het kabinet van de president. En u bent ook, directeur van Binnenlandse Zaken. Dus u hebt toch geen probleem meer als meneer Van der Zand zou aanschuiven? Absoluut niet. Mensen, terwijl we luisteren naar dit interessant gesprek... U mag zo bellen, maar de advertenties die genieten natuurlijk ook de nodige... Dan moet ik even snel... helaas kan ik het niet afdraaien. Ik vraag aan Timmy om wat assistentie. Ik ga naar de volgende beller zo meteen schuiven een advertentie in. Wat dus ook gepland is. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Hallo, goedemiddag. Oh, die is weg. En dan ga ik naar de app, oh, die is ook weg. Die is er weer. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, meneer Lembo, naar de profeet voor Abra Broodje. Hoi, goedemiddag. Meneer Lembo, actie addictoren voor CBB, dat is dat. Waar kan ik een ID card? Look hoe lang ik met mijn ID card. Profeet, even. We hebben een Abra paspoort nodig. We tak over haar case, we gaan ons daarop houden. Ja, maar ID card belangrijk. Dat wordt ook Tamara wat ook. U moet even nu doen wat ik u... Nou, u moet niet doen wat ik u zeg. Maar we moeten wel even bijletten, want anders gaat Niels van de Jacques van Neerstraat ook bellen en zeggen dat hij ID card... Ik wil blijven bij dit onderwerp. Profeet, je hebt me even. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goeiedag. Middag, tot wie? Ik ben Michael. Michael, ga je gang. Maar
Hoort u mij? Ja, misschien moet je je radio minder luid zetten. Ja, dat Michael. Ga je gang, Michael. Lembo, eigenlijk, look, een petapje toen aan mevrouw Thomsie. Maar, die Lucas aan het boom. En puis, minister van Politie, eigenlijk in Karaman kon, dat je aan mensen doen takkie. Want eigenlijk, mevrouw een pokkie, en doen een bevoegdheid, boom. Maar per play na justitie en politie, want a document sa akisi agwafa en state of de doyen kon bakato. Dus in bayi kontakti Lucas en boom, wap play well, maar mevrouw Poki dwe wakona afasi. Maar, mene, maar wap game de wel in a toy, want mevrouw Asawini, Fred Giddens ma in a Benelans, and that's the man of the one. Dus dat is een boom dat je een model foto. Is het? Dus dat is een boom dat je hebt, hè? Dankjewel. Oké, de volgende beller, je mag inkomen. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik spreek Juliana. Gaat u gang? Nee, vrouw. Gaat u gang? Oh, die is weg, helaas. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Hi, Lembo, Dundas. Ja, ga je gang, Dundas. Hi. Dus luister nou. Ik kan die mevrouw daar wel volgen dat ze er goed heeft ingedekt. Toch? Dus we moeten niet de fout bij mevrouw Poekie zoeken. Want, wat bij mij speelt, wat voor mij cruciaal is, hè? Mevrouw Asawini, iedereen weet dat ze Nederlander is. Zelfs de autoriteiten, daarom hebben ze er willen, hoe noem je het, dat ze er terug hebben willen sturen, toch? Er is een ambassade hier in het land, van Nederland. Ze moesten eigenlijk, de autoriteiten moesten eigenlijk niet naar CBB gaan voor een paspoort, maar naar de ambassade. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben dat juist ontweken, want ik las een artikel in het dagblad vandaag, toch? Waarbij de ambassade duidelijk aangaf hoe het te werk is gegaan en dat men, dat de ambassade juist contact probeerde te maken twee keer zonder succes met de autoriteiten. Toch? Ze hebben de mevrouw Asawini pas zaterdag persoonlijk kunnen spreken. Dus bij mij, de vrager bij mij is, waarom hebben ze de Nederlandse ambassade ontweken voor een noodpaspoort en ze zijn ze naar CDB gegaan om een noodpaspoort te maken? Toch? En zoals mevrouw Fokker aangeeft, maar het verzoek komt daar, ik behandel het, het voldoet aan alle eisen. Ik geef het uit. Dus mevrouw Poki treft voor mij geen blam. Het is juist de autoriteiten die de Nederlandse ambassade hebben ontweken, boos hebben ontweken. Dat was het. Dankjewel, meneer Dundas. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Frans. Goedendag. Is uw radio uit of uw computer, mevrouw? Goedendag. Hoort u mij? Is uw computer uit? Ja hoor, mijn computer is uit. Oké, u moet ons via die telefoon. Mijn computer is uit. U moet ons via die telefoon volgen. Doe ik. Goedendag, ik heb een vraag aan die mevrouw. Ik wil even heel duidelijk horen en weten van haar. Ik heb dus een Nederlandse paspoort. Ik ga het land, ik word land uitgezet. Zij kan zien dus dat ik Nederlandse ben. Maar, nogmaals wat zij een paar keer zegt, achter wet en regelgeving. Hè, dat gebruikt ze, daar staat ze ook achter. Maar ondanks ik dus een Nederlandse paspoort heb, kan ze alsnog een noodpaspoort, een Surinaamse, toewijzen aan mij. Ik vind dit heel ver gaan, want ergens voel je gewoon dat dit niet oké is. Ik heb naar haar geluisterd. Ze heeft het een paar keer uitgelegd. Maar waar is dat stukje ervaring, kennis? Dit is toch niet oké?
ik heb dus een Nederlandse paspoort, maar ik ga weg met een Surinaamse paspoort. Dat voelt niet goed aan. En daarnaast wil ik toch tegen die mevrouw zeggen, ik ben mevrouw, zij is mevrouw, we kijken naar de hele situatie. Er is een stukje van onderbuikgevoel. Ik hoorde een paar keer zeggen, professioneel, professioneel, professioneel. Maar soms moet je gewoon dingen navragen. Daar win je tijd mee. Je kan niet, omdat de papieren op tafel liggen, bam, 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 bam. Want hier komt het. Waar is dat stukje menselijke van haar? Als ze weet dat die vrouw dus een Nederlandse is en ze weet de situatie in het land, je neemt alles bij elkaar en daar trek je dan een conclusie uit. En hou je niet vast aan dat professionele wet en regelgeving. Dat stukje menselijke, dat stukje onderbuikgevoel. Ervaring, kennis. Probeer tijd in te winnen door vragen te stellen. En zeg me niet, de papieren liggen daar, dus ik doe. Ik heb uw verhaal gehoord over uw oom. Van al is het mijn oom, of al is het mijn broertje, of al zou het zelfs mijn moeder zijn en papieren liggen hier. Ik weet dat u professioneel moet blijven. Dat weet ik. Ik weet dat u ook daarna moet handelen. Maar als je weet van, iets klopt gewoon niet. Ga vragen. Ga tijd inwinnen. Zodat u inderdaad kan zeggen, ik heb gedaan alles wat in mijn macht is om dit in goede banen te begeleiden. En daarom staat u een beetje onder vuur. U mag het weten. Okay. Want zelfs ik, u hebt me geraakt. Want ik heb u op alles heb ik u zitten volgen. Wet en regelgeving, wet en regelgeving. Stop alsjeblieft daarmee. We weten dat u daarmee werkt. Okay. Maar dat stukje menselijke, een beetje tijd inwinnen, vragen stellen. Dan kunt u pas zeggen, ja, ik heb mijn werk naar eer en geweten gedaan. Laten we luisteren naar de... Snel gehandeld. Laten we luisteren naar de reactie van de directeur. Dank u wel. Daag. Hoe gaat u hierop reageren? Daag. Ja, heel graag ga ik hierop in. Laat me aangeven dat Afro Taki, ja, je moet toch een jeje hebben. En dat heb ik natuurlijk. En persoonlijk ben ik een gelovig mens. Dus, mine dusanisa. Normaal doe of de fraudeus. En laat me deze mevrouw aangeven dat een ieder die het Surinaams grond, die op het Surinaams grondgebied is, wordt geacht de wet te kennen. Die wordt geacht op de hoogte te zijn van wet en regelgeving. In Suriname handelen we geen zaken af op basis van wetgeving van Nederland. We handelen zaken af conform de regelgeving van Suriname. En als de mevrouw zegt ze is Nederlander, dan waarom zou ik dan een... Als de regelgeving in Suriname die mogelijkheid biedt en de autoriteit vraagt het op, zal het verstrekt worden. Het zal niet op basis van haar emoties bepaald worden als het uitgegeven zal worden of niet. Absoluut niet. Toch? Dus, en... Ik moest navraag doen. Niet nu verstrekt CBB deze documenten. Al 19 jaar heb ik dat ook al aangegeven. Wat moest ik verifiëren? Zijn de gegevens niet correct? Is het niet de bevoegde autoriteit? Dus ik ben wel van mening dat we goed gehandeld hebben als het aankomt op het verstrekken van dit document. En we zullen blijven handelen conform wet en regelgeving. En als ik geen wet en regelgeving moet aanhalen. Meneer Limburg, ga ik één ding zeggen. Mensen hebben fake berichten geplaatst op Facebook. Waar er geen enkel bewijsmateriaal is. Je komt als instantie. Je komt als instantie met alle bewijzen. Met onderliggende stukken. Met wet. En dan zeggen ze de Noanjere wet. De wanjere gewoon een fake bericht, dat true. Terwijl men daarmee niets heeft kunnen bewijzen. En jij die komt met documenten en dan wordt er gezegd dat ik niet moet praten over wet. Ik moet niet praten over regelgeving. Op basis van regelgeving kan ik mijn opdrachten uitvoeren. In geen enkel wetgeving van ons is opgenomen dat je zaken moet afhandelen met emoties. Als het aankomt op mijn functie als directeur. Ik heb het concreet daarover. Toch?
Je hebt taken, je hebt bevoegdheden. En de wet, op basis van de wet wordt het uitgevoerd. Wel, even mijn noem lukken dat je dat sa, na samen moet lukken. Dat is een samenleving waar mijn lukken. En daarom gaat men in op veegberichten. Want mensen komen niet met bewijzen. Want de noem abi bewijs voor zijn. Zodra informatie zo spannend en dat kan zo jugu jugu, dan gaan we in daarop. Maar wanneer mensen gedocumenteerd komen, dan gaat men uitkijken naar andere zaken. Toch? Even mijn nabi jeje. Tuurlijk heb ik een jeje. Tuurlijk heb ik een jeje. En natuurlijk weet ik ook dat ik een verantwoordelijkheid heb. En ik ga hem uitvoeren zoals de wet mij de mogelijkheid biedt. We gaan naar de volgende beller. Dankjewel. Een heel interessante en spannende baganatorie, dames en heren. Mevrouw Poki is... U gaat nog niet weg, hoor. U gaat nog niet weg. Ik heb nog een andere afspraak. U kunt nu die andere afspraak afzeggen. Dit is, u bent nu bij het volk. En u legt verantwoording af bij het volk. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag, Limbo. Tot Nicole. Nicole, ga je gang. Wat vertel jij aan ons? Luister, ik heb geluisterd naar de directeur. En wat ze zegt, zegt regelgeving en zo dan. Maar ze schuilt achter regelgeving. Want wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een noodpaspoort als de OM het laat opvragen op de vreemdelingenzaken? Toch? Als die twee mensen ook recht hebben om te vragen, dat wil zeggen dat de persoon die er het laat uit gaat zetten een crimineel is. Die niet thuis hoort in Suriname. Laten we ons zeggen wat de voorwaarden zijn. En dat die vrouw dus gecriminaliseerd is, waardoor zij dan die paspoort moest afstaan, zodat ze die vrouw uit het land konden krijgen. Want al ben je niet bevoegd, maar je gaat toch vragen stellen, maar een OM heeft die vrouw geen Nederlandse paspoort, is het verloren, is het dit, is het dat. Gewoon zo kan je de persoon niet uit het land zetten met een Surinaams paspoort, als ze haar eigen paspoort heeft. Dus laat de directeur me daarop antwoord geven. Dank u wel. Oké, we gaan even door met de andere vragen die binnenkomen op de beide lijnen. En de directeur die gaat straks reageren op wat u allemaal zegt. Ze noteert al de vragen. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag, Rutlembo. Ja, want directeur. Meneer, wat is uw naam? Eugène. Gaat u gang, meneer Eugène. Ja, want directeur. Ja, recht. Maar ik moest tegen uit uw functie, toch? Dus hoe allemaal zag je dat mevrouw Asawina naar Nederlander. En dat wist aan recht niet zo dat je belde tegen een ambassade gewoon. En dat wist aan recht niet zo dat je Maar begrijp je dat punt wat mevrouw Anastasia zegt dat eno kan bellen aan ambassade? Ja, hoor eens recht op wonderful nee, want dat is aan de druk. De mensen hoe nu zijn is aan de druk. Gewoon de man kapot, dus is in mijn positie. En dan maak je zo'n gewoon wat paspoort. En dat de man in roken naar je. Dat is de rap en corruptie en kontoe. En je nog moet voor je schrijven naar de wetgever naar de zaak. Je moet verifiëren toe. We hoeven je standaard naar zijn dat je ook je teken, dat je zegt dat je teken. Of zo wat man kan tjaren zijn kondien dat je teken. En dat je vijf schrift weg naar de sociale. En daarom komt het zo. En daarom komt het zo. Want de man gewoon recht uit naar de sociale. Maar de man heeft verifiëerd dat mij teken. Dat de tramwijk om mij niet op bepaalde zijn. Dus dat wil zeggen dat we gewoon burger. Zijn niet dat loeien, zijn niet dat je teken, maar dat je poeri schrift. Oké, dankjewel. We gaan even een sanitaire break inlassen. En daarna kan de directeur nog maar, want ik geef me net een briefje, u moet weg, no? Ik heb een andere afspraak. U bent nog in beeld, u moet nog niet opstaan. Wat zegt u? Ik heb een andere afspraak en die kan ik nu niet cancelen. En ik ben ook sedert 2:30 hier, meneer Limburg. Dus, mino denk, migi chatting. Ja, maar er zijn nog zoveel mensen ja, ik die... heb een kwart. Ik heb nog een kwartier. Okay. En ik moet echt gaan. Dus mag ik u nu even die sanitaire break geven? Dan kunnen we daarna het kwartiertje vanaf dat moment laten inlopen als u terug bent? Nee, ik zou... Het kan nu ingaan. Die 15 minuten? Ja, dan ga ik weg. Dan doe ik dat eerst. Oké. Alsjeblieft, dat is van u. De mensen die dus... Hoeveel mensen kunnen dan bellen? 5? Een kwartier kan ik nog bellen. Kwartier. Het
niet uit. We zijn nog in de uitzending, dus je hoeft niet te fluisteren. Dus oké, okay, vijf korte bellers. Okay, bellers. Okay. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Meneer Lambert, ik kom even in hoor. Eva, ik wil niemand verdedigen. De mevrouw is aangegeven. U hebt al gebeld, we hebben weinig tijd. Geeft u vijf andere mensen de ruimte. Zuma bel, non bel morgen. Maakt u de lijn voor ons vrij. Kort en vijf korte vragen. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Goeiedag. Middag. Dat is mevrouw Cairo. Gaat u gang, korte vraag, mevrouw ja, Cairo. Wat ik aan mevrouw Pocky wil zeggen, is dat ze al alles heeft uitgelegd. Mm-hmm. Ze hoeft niet verder te gaan. Ze heeft haar best gedaan. Ze heeft gewerkt volgens de wet. Nergens ter wereld werkt men zonder wetten. Die mevrouw bijvoorbeeld die zegt van, je hebt een jeje. Nee, u hoeft niet op andere mensen te reageren. We hebben niet zoveel tijd. Hallo, we hebben niet zoveel tijd. Gaat niemand je vragen? Nee, ze luistert niet, dus dan gaat ze eruit. Sorry. De andere op deze... Goedemiddag, je bent er een uitzending. Oké, goedemiddag, je bent er een uitzending. Goedemiddag. Ja, gaat u gang, uw korte vraag. Mevrouw Pocky, vindt u dat u politiek aangevallen wordt? Dat is mijn vraag. Korte, duidelijke vraag. Dat van Vente. Vindt u dat u politiek aangevallen wordt? 547-330. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, bij de uitzending. De laatste drie personen die komen dus erin live in deze BT. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Hallo? Ja, goedemiddag. Ja, mijn naam is Leslie Blinker. Ik woon in Parijs. Ik heb een Surinaams paspoort daar, want ik was onder de United Nations. Wat is uw vraag, meneer Leslie? Ik wil weten, want ik heb een ding, of ik niet in aanmerking kan komen voor een noodpaspoort. Oké, okay, dankjewel. 547-330, we zijn live. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Middag. Ik heb een vraag. Met mevrouw Pocky zegt dat ze achter wet en regelgeving staat. Kan ik best kort naar mijn radio zeggen? Ja, wil ik best begrijpen. Maar een deskundige voor op dit niveau, ja, dan moet je toch zelf weten dat het niet kan dat die mevrouw Nederlandse is, om dan een Surinaams paspoort te verstrekken. Ook als je, oh, ach, ga je superieur dat vragen, kan je toch aangeven, zeggen, het kan niet. Maar als je meewerkt om het toch te doen, en gaat verschuilen achter wet en regelgeving, vind ik een beetje frappant. Het kan, maar met mijn logisch denken, dat vind ik een beetje raar. Oké, okay, dankjewel. Maar even nog wat, Wat ik wel weet, en misschien kan dat aangeven, deze hele kwestie tussen mevrouw Asawini, en ik durf het te zeggen, iedereen weet dat toen in Suriname, misschien zeggen we het niet, heeft te maken met stammen aangelegenheid, hè? Okaners, zeg maar, kamers. Dat is dat hele, daarom is iedereen zo voorzichtig. Daarom praat mevrouw Pocky zo voorzichtig. Ik proef het. Abon, dankjewel. Wat naar de laatste, dat was... De een van de laatste. Goed, ik vind het jammer dat u weg moet, mevrouw Pocky. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, ja. Goedemiddag. Middag, wie is dat? De heer Effert. Meneer Effert, gaat u gaan. Het volgende. Als die dame Nederlander is, ze was Suriname, moest ze uitgeschreven zijn uit het bestaan van de burgerlijke staat. Dus ze zou daaruit kunnen concluderen, die twee adviseurs die ze heeft, dat die adviseurs niet zouden een paspoort zouden kunnen verstrekken. Een Surinaamse paspoort, dat kan helemaal niet. Dat kan niet. Dus die administratie van de is soep met balletjes. Dus ze zou gewoon de mensen moeten verwijzen naar de ambassade, Nederlandse ambassade. Is fraude hoor, is fraude. Wat Van der Sand daar gezegd heeft, sta ik achter hem. Oké. Okay. Dankjewel. Deze meneer zegt, hij staat achter. En u kunt die afspraak echt niet verzetten? Nee, ik kan hem niet afzeggen. Het is te laat om... Je mag geluiden praten, we zijn in de uitzending. Nee, mijn afspraak kan ik helaas niet afzeggen, meneer Limburg. In principe heb ik 3:30 tot 4:00 voor u uitgetrokken. En op basis daarvan heb ik een andere afspraak gemaakt. En ik zou hem niet kunnen afzeggen op dit moment, want het is ook heel belangrijk voor mij. Mijn verontschuldiging daarvoor, maar ik ben wel van mening dat Miguel genoeg tinkt. Ja, oké. Okay. We kunnen niet ontevreden zijn. Het is mijn tweede live waar ik probeer de informatie
te geven. Ik ga in op de laatste vragen die zijn gesteld. Als ik me politiek aangevallen voel. Ik voel me helemaal niet politiek aangevallen. Ik ga ervan uit dat de samenleving bepaalde kanttekeningen heeft geplaatst. Heel kritisch is. Omdat er een paspoort is verstrekt en hoe de situatie allemaal aan toe is gegaan. En op basis van die zaken reageert de samenleving. En ik ga ook ervan uit dat de samenleving misschien niet zo goed geïnformeerd was omtrent de regelgeving van paspoort. En op basis daarvan zijn bepaalde zaken gezegd en zijn bepaalde conclusies ook getrokken. Dus ik voel me helemaal niet politiek aangevallen. En een noodpaspoort. Laat me aangeven wie in aanmerking komt voor een noodpaspoort. Want men blijft aangeven dat de persoon de Nederlandse nationaliteit heeft. Dus je kan geen Surinaams paspoort geven. Niet de directeur van CBB bepaalt welke paspoorten worden uitgegeven aan wie. De wet bepaalt dat. De regelgeving die gaat om paspoorten, die bepaalt aan wie welk soort paspoort verstrekt mag worden. En ook de regelgeving bepaalt welke autoriteit het mag opvragen. Niet de CBB-directeur bepaalt dat absoluut niet. En dat wet bij Mekimino, bij de directeur schreef hij. Dat na Amoro Moima. Dus de wet geeft dat aan. En ik ben alleen bevoegd om het uit te voeren. Dus ik ben gewoon de uitvoerende macht. Ik ben niet de wetgevende macht. En op basis van die regelgeving zegt kunnen noodpaspoorten en geen nationale Surinaamse paspoorten, want dat zou dan wel fraudeus zijn. En dat hebben we niet gedaan, toch? Dat hebben we niet gedaan. Maar noodpaspoorten worden verstrekt aan onder andere vreemdelingen en Surinamers. Surinamers als ze misschien moeten afreizen naar een land waar ze woonachtig zijn, als ze niet woonachtig zijn in Suriname en ze moeten binnen een korte tijd afreizen, dan wordt een noodpaspoort verstrekt. Omdat dat handmatig wordt opgemaakt en dat is binnen een dag gedaan. En dat noodpaspoort is gewoon voor one way. Dus het is, je kan niet heen en terug met een noodpaspoort. De meneer heeft ook aangegeven dat ik probeer om voorzichtig te praten. Ik praat niet voorzichtig. Ik ben zelf verzekerd van de informatie die ik hier verstrek. En dat geef ik gewoon. Toch? Ik ben ook met mijn documenten gekomen om bepaalde zaken te stressen. Maar ik praat absoluut niet voorzichtig, omdat ik weet waarover ik het heb. En men geeft aan dat als de persoon was Surinamer en dan Nederland, de persoon moet uitgeschreven worden en dergelijke. Laat me dit aangeven. In het bestand van CBB hebben we ingezetenen. Ingezetenen zijn niet alleen Surinamers. Ingezetenen zijn ook vreemdelingen die vreemdelingen die woonachtig zijn in Suriname. Dus ik heb de informatie. Al zou de persoon zijn uitgeschreven, al zou de zaken zijn ingetrokken, de basisinformatie heb ik omdat de persoon ingezeten is geweest van het land. Ik wil kortom aangeven, ik hoop dat ik genoegzaam ben ingegaan op alle vragen. Ik trek maar één conclusie, dus eigenlijk zeg Anastasia Pocky aan ons, Miroko voor ons het boekje, er is niet bij mij gesjoemeld, ga het zoeken bij justitie. Meneer Limber, nou, dat minotaki. Minotakvi gosuku zat na justitie. En ik kan ook niet aangeven dat justitie gesjoemeld heeft. Meneer Limburg, ik heb die deskundigheid niet om dat aan te geven. Maar wat ik wel kan aangeven, dat CBB nog verstrekt Noah paspoort. Sa no mag verstrekt. CBB no verstrekt noa fraudeuze handeling. CBB no verstrekt noa nationaal paspoort. Sa sranama no mo mag kiezen dat mi ugi wa vreemdeling dat. Dat is niet gebeurd, meneer Limburg. Ik denk dat meneer Van der Sand morgen gaat reageren. Maar ja, u kunt geen aanstoot nemen aan andere reacties die hierna zullen volgen. Nee. Want niet dat ieder is het eens. In elk geval, ik ben blij dat u bent geweest, want
u zegt, je zou met mijn time Yoshi Anno Kong ze gaat afmelden. U bent toch gekomen. Dat stel ik op prijs hoor. Dat, no, no doubt about that. U bent geweest. Dat stel ik op prijs. Midden in tussen al de kritische mensen. U mag het laatste woord hebben. Meneer Limburg, ik wil u bedanken voor deze gelegenheid. Ik denk wel dat er genoeg vragen zijn gesteld. Bij mijn vorige live hebben ze ook veel vragen gesteld. Maar ik hoop dat er zijn genoeg vragen gesteld. Ik hoop dat ik genoegzaam ben ingegaan op alle vragen. En ik wil de samenleving ervan verzekeren dat ik niet voornemens ben om fraudeleuze handelingen te plegen. Aurokolik directeur Sam Mikisi, toch? Minoma stel bepaalde smaak teleur. Er zijn heel veel mensen die naar me opkijken en Minoma stel dit teleur. Ik kan de vicepresident ook niet teleurstellen. Awa Midouwa Boudjob, de minister van Binnenlandse Zaken en de directeur Minoma, meki de fado, fesi fado, want de emeki moeite toe. Dus ik zal tot het uiterste gaan. Op de gaan. Eerste plaats het volk, hè? Die twee functionarissen zijn daaraan ondergeschikt. Laat me u aangeven, ik heb hun naam aangehaald omdat zij van mij verwachten dat ik mijn taak zal vervullen naar eer en geweten en dat ik een goede job zal klaren. Maar bent u en dat verwacht de samenleving ook. En op basis daarvan zeg ik, minoma gideshin. Maar bent u in staat om tegen ze te zeggen, ik werk hier niet aan mee? Meneer Limburg, ik heb eerder aangegeven. Dat tree ik liever terug. Ik heb eerder aangegeven. If nou een fromusani. Wie nou daar? Dat anatrobisuma edu a verzoek. Anatrobisuma edu a verzoek. A fromu noma anomu fromu. Dat unelukumorosuma edu a verzoek. Dat gebeurt het niet, meneer Limburg. Ik heb principes die ik zo hoog hou. Succes bij CWB. Let u goed op uzelf. Dank u wel. En nogmaals bedankt voor het komen. Ja, meneer Limburg.